Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over aflevering 6 en aflevering 7 van Agatha All Along. En waar we dus waren achtergebleven voordat ik op vakantie ging, hadden we dus net de onthulling gekregen dat Dean of Billy dus uiteindelijk Wiccan is. Maar dat bracht natuurlijk een hoop vragen met zich mee over hoe dat precies kon en waarom die er anders uitziet en zo. En dat hebben we dus allemaal uitgelegd gekregen in aflevering 6. Want het grootste deel van de aflevering werd dus besteed aan een flashback waarin we er dus achterkomen dat omdat Wiccan blijkbaar dus zo erg sterk was op een magisch level, wat op zich wel logisch is omdat hij dus de zoon is van Scarlet Witch natuurlijk, is hij dus binnen die dood van WandaVision een soort van in leven gebleven en is die zelfs in staat geweest om dus weer te ontsnappen naar de nieuwe versie van wat nu dus Eastview is. Nou, hij heeft daar dus het lichaam van een random guy overgenomen en vandaar dat hij er dus anders uitziet dan in WandaVision, wat op zich wel zonde is, want die acteur van toen is wel gewoon oud genoeg om deze rol ook te kunnen spelen. Maar aangezien ze zo hard willen leunen op het feit dat Wiccan gay is, denk ik wel dat deze acteur misschien iets beter in die versie van de rol past nu. Maar ze hebben ook laten zien dat Wiccan Joods is, waar mensen dus een beetje een probleem mee hadden als ze het niet hadden laten zien van tevoren. Want toen het dus onthuld werd in aflevering 5 en in de opzet daarvoor hadden we er nog niks van meegekregen. Maar hetzelfde zou dan dus eigenlijk voor Scarlet Witch moeten gelden. En daar hebben we toen der tijd niks over gehoord. Maar aangezien ze allemaal afstammen van Magneto is dat wel gewoon een belangrijk onderdeel van hun verhaal. Maar misschien omdat deze versie van Scarlet Witch natuurlijk altijd al losgestaan heeft van Magneto, was het voor haar dan misschien minder belangrijk voor de fans. Maar goed, Wiccan of Billy, die gaat dus op onderzoek uit en hij wil er dus achter komen wie Tammy precies is en waar die vandaan komt. En uiteindelijk is het dus ook zijn doel om de Witch's Road door te komen, zodat hij Tammy weer kan zien. Maar hij heeft dus hulp gekregen van niemand minder dan Bonerific 69, oftewel Ralph Boner, oftewel Evan Peters personage uit WandaVision. Vond deze versie van hem als een conspiracy theorist met zware PTSD uit zijn tijd met Agatha wel gewoon een geslaagde versie en een goede doorzetting van dat personage. En hij heeft ons dus ook nieuwe informatie gegeven als Stop Vision aankomt, want het zou dus kunnen dat Sword hem momenteel uit elkaar gehaald heeft. En ik zie mensen dus ook als een soort van theorie opzetten dat Wiccan heel zijn familie wil terughalen. Want ook in aflevering 7 wordt er toch weer wat twijfel gegooid over de dood van Scarlet Witch dus. Maar goed, terwijl Billy dus op zoek is naar antwoorden en naar Agatha, zien we dus wel dat heel de Coven al een aanwezigheid gehad heeft in zijn leven. En dat maakt het dus extra tragisch wanneer het erop lijkt aan het einde van aflevering 6 dat hij dus Lilia en Jen vermoord heeft. Maar gelukkig bleek ze dus in aflevering 7 nog wel te leven. Maar ook de hele confrontatie tussen Wiccan en Agatha aan het einde van aflevering 6 vond ik misschien wel het sterkste stuk van heel de aflevering. En daarin is het schrijfwerk dus voor deze serie ook best wel goed in elkaar gezet. En het was al de tijd dus de echte identiteit van Billy Maximoff als Wiccan dus waar de sigil uiteindelijk over ging. En dat was dus hetgene wat hij al die tijd niet kon uitspreken. Maar nu dat geheim dus onthuld is voor heel de Coven, is die sigil daarmee dus ook weg. Dat betekent dat we aflevering 7 dus gewoon volop kunnen beginnen met meer banter tussen Agatha en Wiccan, totdat ze dus uiteindelijk de vierde trial tegenkomen. En het is qua sfeer en setting wel heel erg tof, want het speelt zich allemaal af in een kasteel. En omdat het dus ook de Halloween week is, hebben ze deze week allemaal Halloween kostuums aan. Dat zijn dus ook eerbetonen naar legendarische heksen, zoals ook al gedaan wordt aan de aftiteling van elke aflevering van deze serie. Maar goed, Maleficent en The Wicked Witch of the West, die moeten dus proberen om die tarot card reading te overleven, maar ze moeten daarvoor hulp krijgen van Lilia en Jen. En dan blijkt dus dat dit uiteindelijk vooral Lilia's episode is. Want we zien het dus vanuit haar perspectief en daardoor niet in chronologische volgorde, want naarmate ze dus langzamer kracht weer terugkrijgt, begint ze ook langzaam soort van gek te worden. En ze is dus heel veel kwijt, maar ze weet wel de grote bom te droppen. En dat is natuurlijk de reveal van Rio als Lady Death.
En dit was dus de grote spoiler die ik helaas al had meegekregen door een leak van Funko Pops. Maar dat neemt niet weg dat Lady Death in de stripboeken wel gewoon een heel tof personage is. En eentje die ze in de MCU dus ook gewoon nog heel veel zouden kunnen gebruiken vanaf nu. En het is ergens zonde dat ze Lady Death er dus niet voor hebben geïntroduceerd voordat we Infinity War en Endgame gekregen hebben. Want eigenlijk is zij dus een van de grootste motivatiefactoren voor Thanos. En nu we dus Aubrey Plaza in deze rol gezien hebben, snappen we ook wel waarom. En zoals we deze week dus ook bevestigd hebben gekregen, is Agatha dus blijkbaar ook een ex van Lady Death. Dus alle lesbiennes kunnen blij zijn met hun Agar-Rio ship confirmation. Maar er zijn natuurlijk geruchten dat we Thanos nog gaan terugzien in bijvoorbeeld Avengers Doomsday of Secret Wars. Maar ik denk niet dat Thanos dan per se een net zo grote rol gaat krijgen. Maar als we dus een andere versie uit de multiverse van Thanos te zien krijgen, zou het wel heel tof zijn als het dus eentje is die Lady Death gespeeld door Aubrey Plaza aan zijn zijde heeft. Want ook hoe ze er hier uitzag in haar Dia de los Muertes-achtige outfit was niet alleen heet, maar ook gewoon badass. En buiten Thanos hebben we natuurlijk sinds kort ook Deadpool net in de MCU gekregen. Dus misschien dat Deadpool en Aubrey Plaza ook nog wel een leuke toekomst hebben samen. Maar goed, Lilia die moet dus voor de rest van de coven wat tijd winnen. Want ze hebben de trial gecomplete, maar dan komen die Salem 7 weer aan. En het lijkt er dus op dat Lilia zichzelf opgeofferd heeft, maar dat alle Salem 7 daarmee dood zijn. Alleen ik zet mijn vraagtekens bij allebei, want we hebben Lilia zelf dus ook niet gespeed zien worden. En hoewel we dat wel gezien hebben bij een aantal van die Salem 7 heksen, vraag ik me af of dat per se fataal is. Helemaal als ze dus heksen zijn die een beetje in het niveau, of in de buurt in ieder geval, van een Agatha of een Scarlet Witch moeten komen. Aangezien we ook nog maar 2 afleveringen over hebben, zou het ook heel goed kunnen dat alle aandacht nu gewoon gericht wordt op Lady Death als de grote final boss aan het einde van The Witch's Road dus. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe ze het gaan afsluiten. En ik denk dat zowel aflevering 6 als 7 gewoon weer hele sterke afleveringen van Agatha al lang waren. Met name 7, denk ik. Maar laat me vooral weten wat jij van deze 2 afleveringen vond en wat je verwachtingen zijn voor de laatste 2. En wat vind je dus van de reveals van Wiccan en Lady Death? Laat het me weten allemaal. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.